Martijn! Martijn, laat je horen voor Martijn! En toen was het stil. Dat is een goed nummer, hè? In ieder geval. Altijd om leuk om mee op te komen. Nou, ik ben Martijn de Vries. En ik ben de derde spreker voor vanavond. En ik ga jullie meenemen in mijn ondernemersverhaal. En dat gaan we doen. Nou ja, wat jullie kunnen zien, ik ben oprichter en mede-eigenaar van Media Meren. Media Meren is een marketingcommunicatiebureau. Dat heb ik samen met mijn broertje Edwin. We zijn een familiebedrijf. Daarmee neem ik jullie straks ook even de diepte in hoe dat dan werkt. Als je met de familie gaat samenwerken en hoe cool dat is en hoe leuk dat is. En ik ben naast ook mede-oprichter en mede-eigenaar van Greenscreen Events. Dat bedrijf is een beetje uit de hand gelopen en daar neem ik jullie ook mee straks naartoe. En dat doe ik samen met een hele goede vriend van me. En voor de rest zie je natuurlijk ook dat ik trots ambassadeur ben van Almere. Dus Rotterdam is natuurlijk leuk, maar Almere is eigenlijk nog leuker. Dus vandaar. En nou, ik ben jonge Flevolands ondernemer van het jaar geworden. Dat is super vet. Dat is een stukje waardering voor hetgeen wat je doet. En dat, ja, dat is gewoon leuk om zo'n mooie onderscheiding te krijgen. Maar genoeg daarover. Ik ga jullie meenemen. Nou, ik ben geboren in Amsterdam, want Almere had nog geen ziekenhuis. En ik moest in het ziekenhuis geboren worden uiteindelijk. Dus ja, toen moest ik bij het Onze Lieve Vrouwen gasthuis ben ik ter wereld geworpen ongeveer. En dus dat, ja, zo gaat dat dan. En dus daar ben ik, ja, daar ben ik geboren. Uiteindelijk ben ik hier gaan wonen. Mijn ouders die hadden dit huis gekocht toen ik ter wereld kwam. En toen, dit was in Almere buiten. Hartstikke lachen. 200 kaphuis, niet zo heel speciaal of zo of wat dan ook. Maar het was wel echt super prima. Hele goede jeugd gehad ook. En ja, dus dat is wel fijn omdat zeg maar een stabiele omgeving is altijd wel relaxed. Omdat je dan in een veilige omgeving opgroeit. En dan, ja, dat maakt het, ja, dat maakt het ook wel, eigenlijk ook wel indirect wel wat soms wat makkelijker allemaal. Nou ja, dit was mijn eerste mediamomentje. Niet heel spannend hoor, was gewoon in Almere deze week, of de Almere vandaag had je vroeger. En nou, die man die links is Mart Smeets. Hij is nu loopt hij een beetje kreupel en zo, is niet meer zo snel als dat hij vroeger was. En hij doet ook geen voice-overs meer volgens mij bij het schaatsen en zo, maar bij ons thuis. Ik kom zeg maar uit een sportfamilie. Alles draait bij ons om sport. Als we op een gegeven... En ik was zelf niet echt een sportminded jongen. En mijn broertje is topsporter. En mijn ouders zijn echt mega schaatsfan. Mijn vader is keihard wielrenfan, dus die vindt het allemaal mooi. Dus eigenlijk altijd als we dan aan het eten waren, ik zat als enige nog braaf aan tafel. En de rest zat allemaal voor de tv. Naar bijvoorbeeld naar het schaats te kijken of wat dan ook. En ja, dus deze man, die voice-over, die ken ik wel heel goed. Omdat ik dan vaak dat op de achtergrond meehoorde. En ja, mensen beginnen eigenlijk altijd ergens. En ik ben letterlijk op de zolderkamer begonnen met mijn bedrijf. En uiteindelijk is dat verder uitgebouwd. En pas later is Edwin daar ook bijgekomen. En in de tijd zeg maar, dat ik zeg maar aan het ondernemer was, moest ik ook natuurlijk een opleiding volgen. Want ik begon vrij vroeg. Toen ik 14, 15 was, begon ik met ondernemerschap. En ik ben nu 27. Mijn eerste klant was een bedrijf wat espresso machines haalde uit Italië en die hier in Nederland verkocht. Maar ik kon alleen een beetje website zeg maar, bouwen. Daar had ik mezelf een beetje aangeleerd en zo hoe dat werkte. Alleen die klant die kwam via mijn vader bij mij uiteindelijk terecht. Maar ik moest een webshop bouwen. Maar ik had nog nooit in mijn leven een webshop gebouwd. Laat staan dat ik echt heel goed websites kon bouwen of zo. Dus dat was een beetje spannend. Maar ik ben iemand die soms gewoon overal ja op zegt. En dat is soms ook een gevaar, dus neem dat even van me aan. Dus uiteindelijk had ik ja op gezegd en ging ik een webshop bouwen. Nou, gelukkig, dat was geslaagd. En in de tussentijd volgde ik ook nog een opleiding waarbij ik helemaal in het televisielandschap zeg maar een beetje ben beland. Waarbij je me links ziet met Kim Kutter, ik weet niet of jullie haar kennen. Zij is voormalig fotomodel geweest en ik moest haar dan helpen. Ik zat dan hier in beeld. Ja, dat, hier had je dan zeg maar de mensen die vermist waren, want ik zat bij Afrotros Vermist. En wij gingen zeg maar bij vermist gingen we achter de vermiste mensen aan of we haalden meiden uit het Loverboy circuit. En dat was best wel heel erg heftig. Want het is super klote als je niet weet of iemand er nog is of er niet meer is, zeg maar. Dus als iemand vermist is, dat gun je echt niemand toe. Dan heb je liever duidelijkheid, zeg maar. En bij vermist, wat helaas ja, nu dan een ander programma is geworden, heet nu Team Vermissingen geloof ik bij SBSS. Maak ze trouwens met hetzelfde team als toen bij vermist. Deed ik dat zeg maar, en dat moest ik bijvoorbeeld ook leren aan hun, maar ze wisten het al een beetje, maar sommigen waren super zenuwachtig. Dit soort professionals zijn mega zenuwachtig als ze voor een camera staan. Meestal doen ze alsof ze dat niet zijn, maar dat zijn ze wel.
Dus iedereen vindt het spannend om voor een camera te moeten staan of ergens op een podium te staan. En ook zulke professionals. En dan neem je met hun de autocue door. Dat is een soort kast, dat is een soort, dat is een soort zwart scherm met witte letters. En dan kan je met een soort knopje kan je dat bijdraaien, zeg maar. Dan gaat hij sneller, harder. Nou, dat leerde ik hun dan, zeg maar, hoe dat dan werkt, hoe je dat moest aflezen. En dat was super lachen. En in de tussentijd was dat een soort scherm waar je kon zo swipen. Dat was op een gegeven moment, het laatste seizoen was het super hip om dat dan in te voegen. En dan, als het dan misging, dan zat ik daar dus in beeld. Waarom ze mij in beeld hebben gezet, geen idee. Maar toen moest ik dan doorklikken. Dus als het fout ging, dan moest ik ze redden. En later ben ik ook met mijn broertje in het telefoontje. Mijn broertje zit er rechtsboven. Naast die twee meiden, zeg maar. Nou, die rechter is meer een vrouw, maar die andere is een meid. Maar die linker, dat ben ik dan, zeg maar. En dan waren we braaf, zeg maar. Als er werd geschakeld naar dat telefoonteam, kwamen wij eigenlijk in beeld. En toen waren wij druk aan het bellen, waren we vermissingszaken opgeven. Mensen belden ook altijd. En dat was superleuk. Hier begon het eigenlijk allemaal. Hier kwam Edwin erbij. En is dit eigenlijk onze eerste management training en meteen ook een beetje de grondslag voor wat we gingen neerleggen als bedrijf. En uiteindelijk zijn we dan verder gaan werken aan Media Meren. Toen hebben we ook nog samen de opleiding gevolgd. Media, informatie en communicatie. Edwin deed een iets andere uitschapprofiel uiteindelijk, maar ik deed een andere dus. En uiteindelijk zijn we samen de Mijn Ondernemerschap gaan doen. Dat was het hoogste cijfer die in de afgelopen 5 jaar wat je kon halen, zeg maar, hadden we gehaald. En dat was toen een 8,5 of een 9,5. Dat is wel op zich wel leuk, maar uiteindelijk op school leer je dit soort dingen niet. Ondernemerschap moet je in de praktijk leren. Want daar op school zit je in een kokon, een soort veilige omgeving. De enige met wie je ruzie kan krijgen is in principe je docent. En die moet je eigenlijk altijd een beetje te vriend houden. Maar als je in de echte wereld staat, dan is het in één keer anders. Want dan heb je klanten. Klanten kunnen niet blij zijn omdat je per ongeluk iets verkeerd hebt gedaan of wat dan ook. En dan is dat heel confronterend. Want op school moet je zelf collegegeld betalen. Maar als je aan het werk bent, moeten klanten jou betalen. En als je het kunstje niet goed doet, dan gaan ze niet betalen. Dus dat soort dingen is wel totaal anders dan dat je in een veilige omgeving zit. En uiteindelijk, je ziet het dat ik er iets langer over heb gedaan dan normaal. Normaal staat er 4 jaar op zo'n opleiding. Ik heb er dus 6 jaar over gedaan. Dat kwam eigenlijk omdat ik veel te lang eigenlijk, of tenminste, ik deed echt letterlijk op een gegeven moment de opleiding naast het ondernemerschap. Want het bedrijf ging goed. En uiteindelijk toch geslaagd. Dus mijn vriendinnetje, ook leuk. Super blij mee ook. Ja, nee, echt. Toen kreeg ik dat. Superleuke meid. En dat is heel belangrijk. Dat moet je ook echt weten. Wat echt mega belangrijk is, dat je een goede vrouw naast je hebt staan. Want, of een man bijvoorbeeld. Als je op kerels valt. Dat is gewoon zo, zeg maar. Het is heel belangrijk dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Nou, ik heb dan Michelle als vriendin. Maar iemand anders heeft misschien iemand anders. En ik heb mijn broertje bijvoorbeeld. Dat is ook super belangrijk. Je moet de goede mensen moet je om je heen verzamelen. Als je dat niet goed doet, dan ga je uiteindelijk, word je daardoor onderuit gehaald. En die mensen zijn juist ook heel eerlijk tegen je. Je kan dus eerlijk om die mening vragen. Als ik aan haar vraag, wat zou je hiervan vinden? Dan zegt ze, misschien moet je het niet doen. En denk ik, oh ja, dat is eigenlijk wel een punt. En dan wil je wel een goede onderbouwing. En dat is juist zo leuk als je, zeg maar, met mensen die dichtbij staan, samenwerkt. En dat maakt het heel tof. Dit was ons eerste kantoor. Hartstikke lachen, of Gooise Kant, hier in Almere. En uiteindelijk gingen we door naar ons tweede kantoor. Ik denk, maken we zo'n helikopterbeeld met, we hebben zo'n camera hangen, zeg maar, dat is altijd handig. En dan, dit zijn, zeg maar, onze kantoor, zeg maar. We hebben 5 plekken waar we kunnen zitten. En we zitten eigenlijk, als het kantoor zo leeg mogelijk hier is, dat is eigenlijk het beste. Want is iedereen buiten de deur en zijn we eigenlijk zoveel mogelijk bij klanten. Dus dat is voor onze tijd zo gunstig mogelijk. Wat ik heel belangrijk vind en wat we ook met het bedrijf, zeg maar, doen, is een aantal kernwaarden. Ik zou ook, als ik jullie wil adviseren, zorg dat je de juiste kernwaarden van je bedrijf op papier zet. Daar moeten klanten je in herkennen en jezelf, je medewerkers ook, daar ook in herkennen. Die moet je eigenlijk met je medewerkers, stel die samen en je kan ze als feedbackmoment kan je ze terugvragen aan je klanten. Bijvoorbeeld kwaliteit, innovatief, betrokken en de wauw en de plezierfactor zijn bij ons bijvoorbeeld hele belangrijke pijlers. Waarbij we bij plezier doen we ook allemaal gekke dingen, zeg maar. Dus we hebben dan de laatste keer een drone gekocht en dan gaan we daarmee vliegen en dat vinden we dan mooi, want dan kunnen we daar weer shots mee maken, omdat we ook filmpjes maken. En allemaal van dat soort gadgets vinden we leuk. Maar dat zorgt er ook voor dat je plezier in je werk houdt. En dat maakt het tof. Ed en ik die doos dan aan het verslepen zijn, dan halen we dan zijn auto en dan dat soort dingen. Of dat we een trappetje op van die dragers op het dak plaatsen waar normaal een skikoffer op hoort te zitten. Allemaal van dat soort gekke dingen. En dit is mijn broertje trouwens, die heb ik nu al een paar keer voorbij zien komen.
En wat je ook ziet, zeg maar, dat is ook belangrijk voor als je zeg maar, op een gegeven moment een bedrijf aan het uitbouwen bent. Het is super handig als je ook een soort merk eromheen bouwt. Nou, wat je hierbij ziet, ik heb nu een rood jasje bijvoorbeeld aan. Nou, onze kleur huisstijl is rood. Dat komt wel een beetje overal naar voren. Wit overhemd. Nou, dat komt omdat we ook heel veel met wit doen. En dan heb je zeg maar, hier zie je mij ook met de rode bretels aan en Ed met de blauwe bretels. Waar staat het eigenlijk voor? Ik ben wel een beetje chaos, ik ga altijd alle kanten op, ben meer creatief. En Edwin is meer structureel, zeg maar. Dat is een beetje de no-to-list, zeg maar, van ons. Dus wij bij een klant zitten, verzin ik allemaal gekke ideeën. En hij zegt, ja oké, dat gaan we zo doen, zo doen, zo doen. Hij maakt meer de strategische plannen. En daarom is hij daar ook veel beter in. Hij is theoretisch ook veel sterker en ik ben meer een praktijkman. En bij ons is het echt een topsportcultuur. Mijn broertje is topsporter, is tweede van Nederland geworden op de marathon. En dat is best soms gek, want dan moet hij 's middags, gaat hij eerder weg om dan weer te moeten trainen. Maar uiteindelijk bent dat allemaal en is het heel erg leuk om met zo iemand samen te mogen werken, omdat je dan echt topsportdiscipline in je werk krijgt. Nou, mijn H die loopt ons stage, maar dat is ook een trainingsgenootje van Edwin. Dus dat is ook leuk, we hebben meteen twee sporters in huis. Soms doe je gekke dingen. We hadden ze voor een paasactie pak, omdat je dan wil opvallen in de stad. Hadden we gedacht, ja, we gaan zo'n paashazenpak. Nou, ons krijg je echt helemaal aan allebei dat soort dingen. Dus doen we dat ook gewoon. En in de tussentijd zijn we dus een familiebedrijf geworden en zo, hartstikke leuk. En dan heb je een aantal belangrijke dingen daarbij. Zijn bijvoorbeeld dat je een langetermijnrelatie aangaat met de klant. Ik heb klanten die ik vanaf mijn 15e, 14e nu nog bedien. En dat is gewoon ontzettend tof. En het zorgt ook voor dat je continuïteit in je bedrijf hebt. En dat vinden klanten heel tof. Omdat als er bijvoorbeeld één van ons weg zou vallen, dan is er altijd nog bijvoorbeeld, als stel ik zou wegvallen, dan heb je altijd Edwin nog waar je op terug kan vallen. Allemaal van dat soort dingen. En het is ook leuk dat lokale ondernemers vinden dat grappig, dat wij een familiebedrijf zijn. En dan krijg je daar weer gunfactor mee. Ook bijvoorbeeld een snelle besluitvorming. Is je kan heel makkelijk kan je iets met je broer besluiten en hup, de volgende dag is het geregeld. Dat vind ik zelf heel prettig. Dit is echt onze uit de hand gelopen hobby. Want dit bedrijf ik samen met Niels. Dat is een van mijn beste vrienden. En op een gegeven moment bedenk je, laten we een ambulance kopen. Want ja, we hadden een bestelbus nodig. En laten we dan maar op Marktplaats gaan zoeken naar een bestelbus. Mercedes Vito, ja, is een beetje standaard of zo. Dus dacht op een gegeven moment, ja, laten we een ambulance kopen. En wat we doen, we maken eigenlijk foto's voor een groen look. Omdat het groen is, kunnen we die kleur er heel makkelijk uitfilteren. Kunnen we alles achterpakken wat we willen. En dan printen we dat uit of we verspreiden het op social media. En dat is eigenlijk wat we doen en wat we heel leuk vinden. En tussentijd is ook het hele team nogal uitgebreid. We zitten nu op 18 mensen, voor degene die heel snel kon tellen. En doen we hele gekke dingen. Nou, dit is ook een beetje ondernemers keihard werken. Maar ik hou ook van, wel zeg maar op vakantie gaan is ook belangrijk. Want doordat je hard werkt, kan je dat soort dingen bijvoorbeeld ook uiteindelijk veroorloven. En zit ik gewoon eigenlijk op de Malediven, ben ik alsnog aan het werk. Zit ik in de Aruba, zit ik nog steeds met een tablet. Mensen die bijvoorbeeld Sprout.nl kennen. Die hebben deze foto wel eens voorbij zien komen. Het was een keer een wedstrijd en dan hadden ze deze foto ergens vandaan gehaald. En toen zei ik, hey, hallo, dat is mijn hoofd wat daarop staat. En dat hadden ze dus gezien. Maar toen was ik letterlijk met mijn tablet in de zee op een wifi-puntje aan het werk. Ja, ik kan dus niet stoppen met werken. Nou, dus bij mijn ouders in de tuin. Daar heeft mijn moeder lekker een aardbeidjes en zo neergezet. Dat is ook goed. Daar heb je dus goed in de watten leggen. En eigenlijk ben je altijd aan het werk. Dit is mijn broertje. Een soort Usain Bolt wilde hij natuurlijk uiteindelijk worden. Dit vergroot van je zichtbaarheid. Dit soort dingen zijn heel belangrijk. De doelgroep. Je moet nadenken over op wie je de focus legt. Dus wie wil jij als klant eigenlijk hebben? Zo moet je die vertaalslag maken. En uiteindelijk kan je die vertaalslag op die manier dan doorzetten in je bedrijf. Dan creëer je eigenlijk de juiste klanten om je heen. Want die klanten moeten dichtbij je kunnen staan. Als je bijvoorbeeld geen advocatenkantoor als klant wil hebben, dan moet je daar vooral niet op gaan op acquisitie gaan doen. Bijvoorbeeld middelen. Je kan verschillende soorten middelen inzetten. Bijvoorbeeld dat je met de VR gaat werken. Je kan denken, nou weet je wat, ik ga een heel voetbalteam sponsoren. Je kan bijvoorbeeld een popcornmachine neerzetten. Dat je van die zakjes maakt met je brand erop. En dat deel je uit. Allemaal van dat soort gekke out-of-the-box dingen. Zijn hartstikke leuk om te doen. En het zorgt ook weer bijvoorbeeld met de popcornmachine. Lokale betrokkenheid. Met zo'n zaalvoetbalteam ook. Allemaal van dat soort dingen. Dat is gewoon super handig. Maar je moet er goed over nadenken. Wat je wil inzetten. En sommige dingen hoeven echt niet veel geld te kosten. Popcorn kost helemaal niks. En het is heel makkelijk. En mensen vinden het leuk. Lekker. Dat is top. Blijf je ook nog hangen ook. En dat is heel belangrijk. Identiteit. Welke identiteit wil je uitstralen met je bedrijf? En dat is heel erg belangrijk. En daar moet je ook goed over nadenken. Top van de ijsberg, dit is een soort tipje die ik altijd als laatst meegeef. Zorg ervoor dat je... dit is wat mensen zeg maar zien. Alles boven het water zien mensen. Maar alles wat je onder water hebt, dat ziet niemand. Dus als je fouten maakt, dat ziet niet iedereen. Mislukkingen mag je maken, discipline is heel belangrijk. Als jij ervoor kiest om 's ochtends vroeg op te staan, sta je er vroeg op. Dat soort dingen... Echt, kijk je maar goed naar. Ik kan ook nog wel rondsturen als je dat willen. En dat was het. Dank je wel.
Dank u.